Een groot deel van ons werk is kinderneurologie. Dat komt deels omdat wij een NICU hebben. Wij zijn een van de 10 NICU-centra in Nederland. Daar komt natuurlijk een specifieke populatie vandaan die toch heel vaak ontwikkelingsstoornissen heeft. Soms neurologie, soms meer psycho's, sociaal, et cetera. Dat is een grote groep van onze praktijk. Wat ook vaak naar ons toe komt. Ook omdat we toch een beetje een referentiecentrum daarvoor zijn. We hebben ook natuurlijk kinderartsen met aandachtsgebied erfelijke aandoen ontwikkelingsstoornissen. We hebben bijvoorbeeld een goedlopende Down-polio, maar wat te noemen ook heel veel andere syndromale afwijkingen zien we veel in het ziekenhuis. Ook in het kader van aanpalende subspecialismes. Hè, want kinderen met neurologische afwijkingen kunnen ook best heel goed iets met het infectiesysteem hebben of met het cardiologisch systeem of andere zaken. Dat is een grote groep van onze praktijk. Waarbij we twee mensen hebben die zich met kinderneurologie bezighouden. Eén is als klassiek kinderneuroloog vanuit de neurologie opgeleid. De andere is kinderarts, nu deelspecialist erfelijke aangeboren afwijkingen. En dat met de achtergrond van veel ex-NICU-patiënten betekent een hele leuke populatie. Waar veel voor kan betekenen. Waar redelijk wat onderzoek ons gedaan wordt, ook vaak in samenwerkingsverbanden. Wat heel veel mogelijkheden geeft om je goed te verdiepen en jezelf op een hoger niveau te brengen. Wat je ook later zorgt dat je op de leuke plekken terecht kan komen. Dat je een heel veel mooie bagage bij je hebt die dus of academisch, of in een groot ziekenhuis, of in een specifiek ziekenhuis hartstikke nodig zijn.